Gezegene zaberdag, broers en zusters. We zijn blij dat we hier mogen zijn. Het thema van vanmorgen wil ik het baseren in uh, Matthäus hoofdstuk 5, vers 3. De eerste spreking. En dat zegt: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemel. We hebben hier de beste spreker. Aan een, uh, prachtige, um, aan een prachtige. in een prachtige uh, omgeving. En um, de mensen die graag naar een boodschap wilden luisteren. En uh, het was zo belangrijk dat de mensen moesten beseffen. Um, dat ze eerst hun trots opzij moesten zetten. Dat zij. Uh, Nee, dat ze arm van geest moesten zijn. Deze eerste zalenspreking laat ons uh, zien dat uh, Jezus Christus belang had voor de situatie van de mens. Het is een van die, dit is de eerste van de acht zalensprekingen die wij in hoofdstuk 5 van uh, Matthäus kunnen vinden. En daar gaat het niet over acht verschillende karakters of, of uh, acht verschillende groepen, zoals sommige commentatoren dat classificeren. Ze zeggen dat, uh, dat deze salesprekingen of deze mensen die Jezus dan in dit hoofdstuk noemt, zijn verschillende mensen. Maar we hebben het over kenmerken die ieder christen dient te hebben. Uh, verschillende. Um, eigenschappen die wij als christenen uh, ja, moeten hebben. En dan zie ik ook een, een parallel met de vrucht van de geest. We kunnen niet zeggen dat sommigen hebben blijdschap, de andere goedheid, de andere geduld, de andere vrede, de andere liefde, maar dat deze vrucht een consequentie is, het resultaat is als Jezus Christus in ons hart is. Als wij in hem blijven, dan zien we dat deze vrucht is. En precies hetzelfde is het ook met de zaligsprekingen. Dan weten we dat als iemand dan echt trouw is aan God. dan is hij nederig. Als hij echt zijn hart aan God geeft, is hij rein van hart. Als hij echt voor God staat, zal hij vervolgd worden. En dan zijn al deze christenen die toegewijd zijn, zalig. De zaligsprekingen werden uitgesproken door Jezus aan het begin van zijn dienstwerk. Um, in Galilea. Uh, op de heuvels uh, bij het meer van Galilea. En um, toen ik daar was... ...en dan de meer van Galilea ziet, dat zie je hoe... ...dan, dan heb je een andere sfeer, dan heb je een andere gedachte... ...om te zien van, wauw, hier is het waar Jezus geweest is... ...en deze geweldige preek gehouden heeft. Maar het is zo mooi als je dit... Deze preek analyseert, wat hij dat allemaal vertelt in hoofdstuk 5, 6 en 7 van Matthäus. Hij bereikt ieder mens. Hij spreekt tot ieder hart. Hij heeft geen uh, 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 volle orde van, van gedachten waar je denkt: van uh, oké, okay, hij, hij heeft een systematische preek. Uh, nee, hij spreekt ieder mens aan de hand van hun situatie, van, van zijn of haar situatie. En dan bereikt hij ook de harten van de mensen. Maar ik vind het zo mooi deze eerste zaalverspreking, want um, de eerste wat hij aanhaalt is om arm van geest te zijn. Dus als iemand rijk van geest is, is hij natuurlijk dan vol van zichzelf. Hij is dan, uh, hij praat alleen over zichzelf en dan dan, dan zou hij rijk van geest zijn. Maar in dit geval gaat het om arm van geest zijn. Dat hij uh, um, dat hij niet veel van zichzelf acht, dat hij nederig is. Als, als we praten over nederigheid, kunnen we het ook hebben over een valse nederigheid. Mensen die uh, um, zeggen dat anderen beter zijn dan zichzelf, mensen die schaten anderen beter uitzien dan zichzelf, uh, waardoor eigenlijk wat zij laten zien, is dat ze nog steeds hun ogen op zichzelf hebben gefocust. Veel naar hun eigen fouten kijken, te, te, te veel naar hoe ze eruit zien. En, uh, nou, en dan denken ze anderen zijn beter dan ik. En vandaar dat ik in de achtergrond blijf. Maar dat laat ook weer zien dat hun aandacht niet op Jezus gericht is, maar op hunzelf. Want als je dan op Jezus Christus richt, dan, dan maakt het niet uit of je, of, of je, of je niet de beste bent, of je niet de mooiste bent. Maar dan denk je van, oké okay, goed, als God mij daarvoor geroepen heeft, dan kan ik het ook doen met zijn, met zijn, met zijn kracht en met zijn, uh, met zijn geest. De geestelijke toestand van de mensen die luisterden was uh, niet de beste. De toewijding werd onder de mat van de tradities en rituelen gezet. En uh, de profetieën werden verkeerd begrepen en geïnterpreteerd. De Joden verwachten een aardse koninkrijk. Ze verwachten eerder als redder um, en messias een machtige vorst die alle naties zou onderwerpen, maar niet iemand die hen van de macht van de zonde zou bevrijden. Hun harten waren gevuld met gedachten over de toekomstige heerlijkheid, hun aardse rijkdom, dan over de geestelijke situatie. En als we lezen in de gedachten van de berg de salen sprekingen zien wij we welke waren de mensen die daar waren. Er waren schriftgeleerden, er waren fariseeën en die uitzagen naar de dagen waarop ze zouden heersen over de gehate Romeinen. En de rijkdommen en pracht zouden bezitten van het grote wereldrijk. De arme boeren aan de andere kant en vissers hoopten de verzekering te horen dan hun ellendige krotten het... Karige voedsel, het leven van zoeken en hun vrees voor het gebrek veranderd zou worden. in huizen van overvloed en dagen van gemaak. Dus zowel de rijken als de armen. op dat moment hadden een verkeerde blik over het koninkrijk van God. over wat van hen te wachten stond en wat God eigenlijk van hen verwachtte. En dan komt Jezus Christus met deze prachtige salenspreking. van deze prachtige preek. Die hoop geeft aan ieder persoon. En die uh, hen laat zien dat het belangrijkste voor hen allemaal was om hun ogen uh, op Jezus Christus uh, te richten. Als wij de verschillende uh, salen sprekingen vergelijken met de vrucht van de geest. Zien we dat er enkele gemeen hebben. We kunnen ze bijna ja, zeggen dat ze... Overgenomen zijn en dan dat een vrucht van de geest is eigenlijk een van de kenmerken van deze zalensprekingen. sprekingen. Bijvoorbeeld, Jezus zegt zalig zijn de vrede stichters. En een van de vrucht van de geest is vrede. Jezus spreekt over zalig zijn de zachtmoedigen. En een van de vrucht van de geest, of een deel van de vrucht van de geest is ook zachtmoedigheid. Jezus heeft het uh, over. Um, Barmhartigen en de vrucht van de geest heeft het ook over vriendelijkheid. Uh, mensen die vervolgd worden zijn ook zalig en uh, de vrucht van de geest spreekt het over geduld en belangrijke vrucht van de geest. Uh, aan de andere kant zien we de hen die treuren, maar de vrucht van de geest heeft het over blijdschap en dat zie je in het geval van Paulus. Paulus is blij dat hij vervolgd wordt. Um, maar hij, is, hij treurt ook omdat hij uh, ziet dat andere mensen in afval zijn of dat zij een verkeerde boodschap volgen en geloven. De situatie van ons in onze tijd laat ons zien dat wij. Net als deze mensen in die tijd aan de, op deze heuvels zullen kunnen zitten. En dat wij ook precies dezelfde boodschap vandaag nodig hebben. Want um, onze situatie als Lao is uh, dat wij alles weten, dat we alles hebben, dat we niks gebrekt, gebrek hebben, uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat we niks missen bedoel ik. En. Um, maar we beseffen niet hoe ellendig, hoe jammerlijk wij zijn en hoe trots we zijn in onze ellendige situatie. En de eerste wat Jezus Christus voor ons vertelt is: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Het is ook belangrijk om te begrijpen wat het koninkrijk van God is, zodat je ook uh, um, arm van geest kan zijn. Als je een verkeerd begrip hebt over het koninkrijk van God, dan is je houding tegenover dat koninkrijk heel anders. Als het koninkrijk van God is hier op deze aarde en vrederijk hier op deze aarde, dan denk je van, ja, nou, dan, dan ga ik werken voor deze aarde, voor dit koninkrijk dat komt. Als mensen denken dat er duizend jaar tijd komt wanneer de Satan gebonden zal zijn en dan weer mensen de kans zullen krijgen om tot bekering te kunnen komen... dan denken ze van, ja, waarom maak ik zoveel moeite nu in deze tijd dat Satan los is... En, en zo boos is omdat hij weinig tijd heeft? Nou, dan wacht ik tot de tijd dat, dat, dat de duizendjarige rij komt... en dan zonder Satan kan ik dan beter de heren dienen. Maar als we werkelijk begrijpen dat het koninkrijk van Jezus Christus uh, um, aan de hand is... dat hij dan de, dichtbij is dat de wederkomst van Jezus Christus um, zo spoedig zou komen en dat deze situatie van deze wereld tekenen zijn en voortekens zijn dat Jezus zo gauw terugkomt, dan ga ik anders over nadenken over mijn situatie. Dan mijn houding is anders ten opzichte van God, de Bijbel, mijn uh, zondige situatie, en dan zal ik misschien wel mij volledig aan God toewijden. En zeggen van, ja, misschien is mijn situatie toch niet de beste. Misschien heb ik toch God nodig voor mijn situatie. En het is iets wat God ook aan de Laodicensen probeert te vertellen. En voor degenen die misschien niet weten wat Laodicensen zijn, in een openbaring zien wij zeven verschillende gemeenten. En de laatste gemeente is een laatste periode van deze tijd. Dus elke gemeente, elke boodschap gericht aan deze gemeentes is een. Boodschap aan een bepaald tijdperk in de geschiedenis van het christendom vanaf het moment dat Jezus Christus de gemeente heeft gesticht. Dus dan, we zitten niet meer in het, in het begin, we zitten aan het, aan, het, aan, het, aan het einde, bij de laatste boodschap, bij de laatste gemeente. En de beschrijving in openbaring is juist de beschrijving van ons in deze tijd. Niet alleen van de gemeente, maar ook van de wereld om ons heen. Want wij nemen heel veel dingen van de gemeente. Uh, naar de, van, de, van de wereld naar de gemeente mee. Uh, hoe de goede wereld is, in welke deel van, het, van de wereld uh, wij ons bevinden, dan nemen wij deze gewoontes. We nemen deze manier van denken. Uh, en dat is ook de situatie uh, van ons in onze tijd waarom wij aandachtig naar deze preek van Jezus Christus moeten luisteren en analyseren hoe belangrijk dat voor ons is. Elke zalig spreking um, en hoe dat is nou laten we eerst analyseren wat het betekent om zalig te zijn je hebt twee woorden in het grieks of die ook in de bijbel worden gebruikt uh, die vertaald worden als zalig het eerste is eulogemenos en dat betekent geluk dat van buiten komt het tweede woord is makarios en dat verwees naar een inwendige toestand. Dus je bent zalig omdat je vervolgd wordt. Je bent zalig omdat je adem van geest bent. Je bent zalig als je barmhartig bent. Niet omdat andere mensen je, je blij maken. Niet omdat je een bepaalde prik nodig hebt om gelukkig te zijn. Niet dat je in, 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 in een speciale uh, staan van, van extase moet, moet verkeren om dan gelukkig te zijn. Maar het is een blijvend element in ons. En dat is de betekenis van gelukkig, zalig, blij. Iemand die ook zelfs trouwens felicitaties verdient. En bijzonder, dat is ook de betekenis van Macarius. En niet omdat wij dat uit onszelf verdienen, maar omdat uiteindelijk God zal zeggen: Goed. Je hebt het goed gedaan, trouwe eh, dienstknecht. Je bent welkom in het, in het Koninkrijk van de Heren. En om dat geluk te verkrijgen, um, dienen wij arm van geest te zijn. En, die, en het element dat staat, dat, dat in de weg staat voor onze zaligheid, voor onze geluk, is, de, is trots. In het moment dat trots weggaat... En dat is trouwens het eerste element hier in deze, dan kan je andere dingen wel doen. Dan kan je zachtmoedig zijn. Dan kan je verlangen naar gerechtigheid. Je verlangt niet meer naar jezelf. Dan ben je iemand rein van hart. De eerste zonde begon bij Satan, was trots, en dan begon het natuurlijk bij Satan. En dit is de eerste element die weg van ons moet gaan als wij de preek van Jezus Christus willen horen. Zodat wij de wet van God beter kunnen begrijpen. Nadat hij de zalen sprekingen heeft uitgelegd, dan begint hij uit te leggen over hoe het zit met de wet. Hoe je dat het best de wet kan houden in de geest. En daarna als laatste dan zie je hoe je dan tot God kan richten in gebed. Maar als eerste moeten we arm van, van geest zijn. Het eerste woord voor armoede um, is pens en het tweede is chojo, choho. De eerste was iemand die economisch arm is. En voor het tweede is iemand die, be, die beland is in totale armoede en die volledig afhankelijk is van de liefdadigheid van de andere persoon om te kunnen overleven. Het beschrijft een absolute armoede. Dus wat Jezus bedoelt en gebruikt in deze eerste arme van geest zijn, is niet alleen dat je economisch, dat je niet, dat je economisch niet, 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 niet veel hebt, maar dat je volledig afhankelijk van iemand anders bent. Dat je uit jezelf niet eens kan overleven. En omdat we praten over geest zijn, armoe, armoe van geest, betekent dat wij voor onze zaligheid... Volledig afhankelijk zijn van God. Dat uit jezelf helemaal niks kan doen. En hier zien wij de sleutel van onze boodschap in deze tijd. Christus onze gerechtigheid. De enige manier hoe wij kunnen begrijpen de werkelijke verlossing is als wij beseffen dat wij uit onszelf niks kunnen doen. Zelfs de goede dingen die we doen, de goede daden. De hulp die wij verlenen aan de armen of de hulp die we verlenen aan een oude persoon als hij misschien de straat wil oversteken of boodschappen doen of wat dan ook, is helemaal niks als het uit, uit onszelf komt. Het is altijd besmet met onze eigen trots, egoïsme, verlangen. En het voelt altijd goed om iemand anders te helpen of niet. Je voelt je goed, je hebt iemand geholpen. Maar als het niet met de juiste gedachte is. als het niet door God geleid is. het maakt je. Gabriel, het maakt je goed. Maar het brengt je niet dichter tot God. En het komt ook niet van God zelf. Ik voel me goed. Ik voel, ik voel dat ik nodig ben. Ik voel dat. Uh, 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 nou ja, ik, ik leef niet alleen voor mezelf. maar ik, ik doe ook voor andere mensen. Maar ergens diep in staat wel de gedachte van. Ik heb het toch gedaan. Ik heb de mens geholpen. Vandaar dat Jezus ook in deze belangrijke prijs spreekt over, als je almoes geeft aan andere mensen, wat moet je daar doen? Niet aan de klok hangen. Je moet het dan in het geheim doen. Als je gaat bidden, niet in de hoeken van de straten gaan bidden, in je kamer. Niet dat andere mensen je kan zien, maar zodat je Hemelse Vader je kan zien. Het is zo mooi om, om, om in, in zijn geheel de hele prik van Jezus Christus te kunnen zien. Want in deze zalig sprekingen, in deze, deze bergreden, brengt Jezus een andere, um, een andere vorm, een andere manier van religie. Het is niet de staatsreligie, het is niet een religie om gezien te worden, het is niet een religie om trots van te zijn, het is niet een religie. Die, die, die alleen het uiterlijk vult. Je doet het niet om andere mensen. Je doet het niet zodat andere mensen je kunnen zien. Je doet het niet om de hemel te kunnen kopen. Je doet het omdat je weet dat je hemelse vader wil. Je, je, je doet het omdat God met je is. Je doet het als gevolg van je relatie met God. Omdat God in je is. En dat je in hem blijft. En als deze relatie altijd er is. Dan komt dat alles uit, um, uit je hart. En dan wordt het zo makkelijk als arm halen. Als lopen. Als je handen bewegen. Zo makkelijk is het ook voor de engelen in de hemel om gehoorzaam te zijn. Maar het begint allemaal bij trots. Vandaar dat het eerste wat uh, geworteld moet worden, uitgeworteld moet worden, is trots. En dat is wat armoede van geest betekent. En deze armoede van geest, om arm te kunnen zijn van geest betekent nogmaals dat wij afhankelijk van God volledig zijn. En dat kunnen we dan misschien best beschrijven of analyseren in de gelijkenis van de farizeer en de tollenaar. We zien er twee soorten mensen. De fariseer... De trotse fariseer, die vol is van tradities en die denkt dat hij, omdat hij kind van Abraham is en omdat hij alles doet naar de wet, dat hij gered wordt. En we hebben de andere, de tolenaar, die veracht is door de mensen. En het is de tolenaar die geaccepteerd wordt, het is de tolenaar die gerechtvaardigd wordt. In uh, Lucas hoofdstuk 18, laten we dat misschien wel um, analyseren. Lucas hoofdstuk 18, vers 9 tot en met 14. Het is altijd mooi om, om dat uh, in, de, in het woord van God te, te kunnen lezen. Vers 10. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De ene was een vaderje en de andere een tolenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Want andere mensen zijn rovers, ongerechtvaardigen, overspelers. En ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week, ik geef tiende van alles wat ik bezit. Terwijl de tollenaar blijft. Op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees me genadig. De zondaar, wees me de zondaar genadig. En het is, het is deze tollenaar die uh, rechtvaardig werd. Ik zeg u, deze man ging rechtvaardig terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die anderen. Want iedereen, ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dus de sleutel voor ons is om arm van geest te zijn. Alles wat we doen. Alles wat we voor de Heer doen. Alles wat we voor andere mensen doen. Om arm van geest te zijn. Niet vol van onszelf. Maar vol van Jezus Christus. Want wat het hart vol van is. Dat zal de mond vol spreken. Ik lees een stukje van. Um, uh, uh, Lessen uit het leven van alle dag. Wie van zichzelf vertrouwt dat hij rechtvaardig is, zal anderen verachten. Dat is plaats 89. Ik lees u nog een keer. Wie zichzelf vertrouwt dat hij rechtvaardig is, zal anderen verachten. Want hij kijkt naar zijn fouten en wat hij niet kan overwinnen. En dan ziet hij ook bij andere mensen. En dan gaat hij ook oordelen en veroordelen. En dat is zo vaak, eh, zien wij, bij mensen, dat wij wat wij in andere mensen niet leuk vinden, dat is een weerspiegeling van wat wij zelf niet hebben kunnen overwinnen of wat wij niet leuk vinden van onszelf. En we weten niet wat, waarom het, ja, en dan totdat wij beseffen van, ja, ja, eigenlijk ben ik ook zo. En dat, ja, daarom vind ik het niet goed. En dat is erg wanneer dat ook weer weerspiegeld wordt in de gemeente en ook over geestelijke zaken. Zoals de fariseer zich oordeelt naar andere mensen, beoordeelt hij anderen naar zichzelf. Zijn gerechtigheid wordt gemeten naar de hunne en, hun slechter, en hoe slechter ze zijn, dus des te rechtvaardiger scheen hij te zijn, omdat zijn ogen gericht zijn op andere mensen. Ze doen het niet, ik doe het wel, dan ben ik goed. Kijk, ze doet het ook niet, en ik wel, dus dat betekent dat ik beter ben dan haar of hem. En hoe meer we naar onszelf kijken, of naar anderen kijken, en met anderen vergelijken, hoe groter wij ons voel zullen voelen. Maar hoe meer we naar Jezus Christus kijken, hoe meer gaan we zien dat onze gerechtigheid, en wat we doen, onze religie, of het uitleven van wat wij geloven, is misschien, um, komt het uit onszelf. Of misschien uit traditie, of misschien... Uit eigen belang. En dat is wat Jezus probeert, probeerde toen en probeerde dan uh, naar ons uh, toe te brengen. Dat wij kunnen begrijpen wat de kern van de, deze verbinding met God is. Bladzijde 12 van de gedachte van de berg de sociale sprekingen staat geschreven. Hij die voelt dat hij gezond is, die denkt dat de redelijk goed is. En die tevreden is over zijn toestand, wil geen deel hebben aan de genade en gerechtigheid van Jezus Christus. Dus het is niet alleen dat je jezelf hoger dan anderen zelf voelt, maar dat je ook de genade van Jezus Christus en de gerechtigheid van Jezus Christus niet wil. Omdat als je jezelf met Christus vergelijkt, dan ga je zien dat je slecht bent. En dat tolereert trots niet. Dat wil je niet horen. Trots voelt geen behoefte. Ik heb het. Ik weet het. Ik doe het. En hij sluit zo het hart voor Christus en voor de oneindige zegeningen die hij door zijn komst bracht. Er is geen ruimte voor Jezus in het hart van zulke mensen. Zij die rijk en eerzaam zijn in hun eigen ogen, vragen en ontvangen de zegen van God niet in het geloof. Ze voelen zich voldaan, daarom gaan ze leden heen. Heel mooie gedachten. Heel mooie les wat we zien in, um, in, deze, in deze eerste zalenspreking. Hoe meer wij met onszelf bezig zijn en hoe, min, hoe minder wij naar Jezus Christus kijken, hoe, hoe beter wij ons zullen voelen en hoe minder wij van Jezus Christus zullen verlangen. We kunnen helaas zien dat deze situatie ook um, was, de, de situatie van de Fariseeërs in de tijd, dat het lijden dat zij uiteindelijk Jezus Christus hebben gekruisigd. Um, een ander een stukje van Lessen uit het Leven van alle bladzijde 90 staat: Het kwaad dat tot de val van Petrus leidde en dat de Fariseeërs buiten de gemeenschap van Gods lood, blijkt de ondergang van duizenden te zijn. Wat was het probleem van Petrus? Hij was, hij was te enthousiast, hij was te, te impulsief en, en meteen reageren. En, nee, ik doe het niet heren, ik, ik ben altijd met u, ik zal u volgen. Als anderen dat doen, ik niet. En dat is misschien ook soms onze situatie van, ja, ik zou, ik zou, ik zou dat niet doen, nee. Ik weet het, ik weet het beter, beter. Dat, dat ga ik echt niet doen. Maar hier staat het, niks is voor God zo aanstootgevend of zo gevaarlijk voor de mens als trots en zelfgenoegzaamheid. Dit is van alle zonden de meest hopeloze en ongenezelijke. Ja, het is hopeloos omdat je Jezus Christus niet verlangt. Dat zijn gerechtigheid niet wil omdat je haar sluit voor, 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 voor het werk van de Heilige Geest. En het is ongeneeslijk. En het is trots dat leidt tot verharding van het hart. En verharding van het hart leidt tot de zonde tegen de Heilige Geest. Want wie kan je op een gegeven moment overtuigen van zonde? Niks. Trots leidde Lucifer om in opstand te komen tegenover God, in een volmaakte hemel. Zonder zonde, zonder verleider. Lucifer had geen verleider. Hij heeft het zelf gedaan. Hij heeft het zelf gekozen. En dit is iets waarvoor wij zo moeten waken. Zoveel moeten waken. Dat, dat, dat we elke dag dat ons gebed mag zijn. Dat we niet trots worden. De Heer zegt omdat je zegt, ik ben rijk en ik heb me verrijk en ik heb aan niks gebrek. En je ge weet niet dat je de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte raad ik u aan om van mij te kopen. Goud, witte kleren en ogen zelf En dat geloof, dat goud, dat geloof dat beproefd wordt in het vuur, dat is wat we nodig hebben. De beproeving, de moeilijkheden in ons leven, zodat wij nederig blijven, zodat wij blijven dat wij afhankelijk van God zijn. Wie te klederen, omdat dat zijn kleding van gerechtigheid is. Dat betekent dat wij niet zomaar brutaal in de bruiloft van de koning komen met onze eigen kleding en zeggen van nou ja, dit is beter. Waarom zou ik die kleding van de... Van de koning accepteren voor, voor, voor de bruiloft. Nee, ik wil mijn eigen kleding aantrekken. En dan lopen we naar binnen en dan beseffen we van, ik zit in een verkeerde plaats, met verkeerde, verkeer aangekleid. En daar Zal de, dat, de, ja, dan dat betekent dat voor ons um, dat wij verloren zijn. Het goud dat gelouterd is in het vuur is het geloof dat voor de liefde werkt. Alleen dit kan ons met God in harmonie brengen. Het is dat geloof dat brengt ons in harmonie met God. Het meest interessante punt van de armen van geesten zijn iets dat de gevolgen hiervan volledig positief zijn. We worden eerst gerechtvaardigd, vergeven en het koninkrijk van de hemel behoort aan ons toe. Maar de volgende vraag is hoe zien wij het koninkrijk van God? Wat verwachten wij voor de wederkomst van Jezus Christus? Is het een aardse koninkrijk zoals sommigen denken? Is het een duizendjarige rijk hier op aarde? Of is het werkelijk het koninkrijk der hemelen? Met een hemelse stad. Niet een aardse Jeruzalem. Niet aan de hand van, niet aan de, hand van de ontwikkeling van wat in Jeruzalem gebeurde. Of Israël. Maar aan de hand van wat de, de, de tekens. Die Jezus Christus heeft gegeven, maar ook van um, de ontwikkeling van deze wereld in de religieuze aspect, uh, die ons laten zien dat Jezus Christus werkelijk aan de deur is. Johannes zei, en hij sprak over het koninkrijk der hemelen. Hij, zag, hij zei dat uh, dat was gekomen. Jezus predikte ook dat het koninkrijk van, van de hemelen gekomen was. En hij zei zelf dat het in ons hart was, of binnen, u lieden, heeft hij gezegd. Het koninkrijk van God betekent dat Jezus Christus in de armen van geest woont. Dat betekent dat de heilige geest toegang heeft tot onze harten. Dat betekent dat hij geklopt heeft aan de deur van ons hart en wij de deur hebben geopend. En dan, zoals ik dat ook vaker vergelijk, met een plant die groeit en vruchten draagt. Uiteindelijk is dat wat de Heer ook van ons verwacht. Dat er vruchten mogen zijn wanneer hij terugkomt. Dat ons karakter volmaakt is, ja. zodat de regen kan komen en de vruchten kan laten repen. Het betekent om van de liefde en de vergeving van God te genieten. Het betekent om van de vreugde van zijn heel in ons hart te mogen hebben. Het betekent om gezegend te zijn. Want van de armen van geest, zegt Jezus, hunne is het koninkrijk der hemelen. Dit koninkrijk is niet zoals de toehoorders van Jezus hoopten: een tijdelijke naarse koninkrijk. En dit geestelijke rijk zit tussen ons, dat als een waterbron open is. Het maakt niet uit welke onze ervaringen uit het verleden is geweest. Of hoe onmoedigend de huidige omstandigheden zijn. Staat voor ons open. Eeuwig leven. Niet in de toekomst, maar vandaag ontvangen we eeuwig leven. Als wij ons hart aan Jezus Christus openstellen. Het staat open voor ons om de genade van de Heilige Geest te, te verlenen. Het is zo mooi om te zien in de twee, uh, in de twee getuigen. Zien wij ook de beschrijving van hoe de, ole, die, hoe, de, hoe de olie vloeit van de bomen naar de buizen en uiteindelijk naar de kandelaar? We zien hoe de genade van God vloeit vanuit Hem, via, via, via Jezus Christus, via, nou ja, uh, na, naar ons toe, zodat wij in licht kunnen zijn. Als ik lees nogmaals de eerste zalig spreking. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Mogen de heren met ons zijn. Dat wij arm van geest mogen zijn. En niet trots. Maar dat wij afhankelijk van Jezus Christus mogen zijn. En dat wij altijd van zijn genade mogen verlangen. Want uiteindelijk is zijn genade wat ons sterk maakt. En wat ons helpt. Of maak dat twee lichten in deze wereld zijn. Mogen de heren met ons zijn, is mijn wens en gebed. Amen.